Ook deze verkiezingen heb ik voor Family 7 alle verkiezingsprogramma's gelezen. Beter gezegd doorworsteld. Elf politieke partijen die ieder voor zich hun best deden om bij de stemwijze zo hoog mogelijk te scoren. Dus allemaal ingingen op de meest futile details. En ondertussen moeten we de grote lijn niet vergeten. Ook opvallend bij de verkiezingsprogramma's is dat ze allemaal cadeautjes uitreiken. een soort Sinterklaasavond. Of, zoals Geoffrey Bowman zei. Allemaal alle mensen om de nationale kerstboom vergaderen en te kijken welke snoepjes je iedereen wilt aanbieden en kunt aanbieden. Wel nu, we doen ons best en we beginnen met de zorg. En alle partijen hebben over de zorg eigenlijk wel dezelfde constatering: veel te veel regeldruk, veel te weinig personeel, veel te veel administratieve lasten en een dreigend tekort aan de horizon aan medewerkers. En dus komen alle partijen met een conclusie loonsverhoging en meer waardering voor de zorgwerkers. De verschillende partijen hebben natuurlijk ook eigen aspecten. De PVV het programma heet Het gaat om u, zegt dat de zorg goud waard is. En uniek van de PVV is dat zij een voltijdsbonus wil. Dus dat personeel voltijds werkt en daar extra voor gewaardeerd wordt. De PVV wil ook een minister voor ouderhuisvesting. Er moeten tienduizenden verpleeghuisplekken en nieuwe aangepaste woningen bijkomen. PVV wil geen vaccinatieplicht, geen dwang of drang. We gaan naar het Forum voor Democratie. Met de motto: De leus: Stem Nederland terug. En bij de zorg wil Forum vooral de bureaucratie terugdringen. Dat is de kern. Bijzonder is dat zij erop wijst. Dat de invloed van zorgverzekeraars teruggedrongen moet worden. Een nieuwe partij deze verkiezingen is Ja21. Het programma heet, net als de partij, het juiste antwoord. En bij zorg zet Ja 21 de menselijke maat centraal. De huisarts moet niet slechts doorverwijzen zijn, maar moet de vertrouwensfunctie behouden. Ja 21 wijst er nadrukkelijk op dat de bejaardenhuizen huizen terug moeten komen. Bijzonder aan jaar 21, een niet-conventionele partij, is dat zij abortus wil terugdringen. Weliswaar wordt abortus door jaar 21 gezien als een vrouwenrecht. Jaar 21 wil een splitsing tussen de medische indicatie, dat moet langer kunnen, en de sociale indicatie, daar moet een heel andere wekengrens komen. Ook over euthanasie is jaar 21 kritisch. Voort tot levenswet is geen oplossing. Maar de huidige zorgvuldige euthanasiepraktijk vindt jaar 21 prima. Van de jongste partij naar de oudste, de SGP. SGP noemt haar programma In Vertrouwen. En bij zorg zet de SGP het woord dankbaar centraal. En de zorgzame samenleving moet de Bijbelse barmhartigheid centraal staan. Uniek bij de SGP is dat ze coronavirus aanwijst als een reden om nederig te zijn. Het leven is niet maakbaar. We zijn broze, beperkte mensen die oplopen tegen de gebrokenheid in de schepping. De overheid moet gezond leven stimuleren. SGP wil een drugsvrije generatie. En softdrugs, harddrugs en lachgas totaal verbieden. Abortus uit is duidelijk over. Totaal verbieden. 100% en wijzen op de alternatieven. En bij de euthanasiepraktijk wijst de SGP er fijntjes op dat de toetsingscommissie niet achteraf moet toetsen, maar vooraf. Want achteraf toetsen bij euthanasie, dan is de patiënt overleden. En dat is een hele goede constatering. En ook daarin is de SGP uniek. Het rechtse blok overziend, kunnen we constateren dat twee partijen opvielen vanwege ons belangrijk gewaande standpunten, namelijk abortus-euthanasie. Twee partijen die er iets aan willen doen, Ja21 en SGP en de anderen die hun handen er niet aan durven te wagen.